Hier zijn we weer met onze nieuwe Elden Ring. Voor de mensen die heel veel van de game houden, er is daar nu ook een manga van. En het is een hele aanrader. Het is ook de Road to the R3. En voor de mensen die weten wat ik bedoel, de R3 komt recentelijk, binnen een week of twee, komt er een DLC van uit. Dus het is zeker interessant voor er ook in te lezen. En de tweede voor vandaag, Bakemonde Kotari. Iets meer matuurder ook. Dat gaat over een jongeman die eigenlijk gebeten geweest is door een vampier. Maar via kan hij terugkeren naar een mens. Maar het verschil is wel, je houdt nog altijd de krachten van de vampier. En hier en daar ziet hij dan vrouwen met supernatuurlijke krachten. En het escaleert enorm zwaar. Het is een hele goede serie en het gaat heel duister. We hebben er de volledige serie van. En dat zijn ze dan.